Lieve mensen, welkom bij date nummer 19. Dit is Roos, ik ben Koen. Heb je er zin in? Ik weet nog niet wat we gaan doen. Ik weet alleen dat het buiten is en dat het koud is. En kijk naar het weer. En het is vroeg. Het is droog, het is warm. Niet, het is nat, het is koud en het is vroeg. Het is 12 graden, het is droog. Roos is vandaag heel moeilijk te motiveren, maar ze weet natuurlijk nog niet wat we gaan doen. Zal ik je vertellen wat we gaan doen? We gaan iets doen wat we ooit op een hele bijzondere dag ook gedaan hebben. Je bent een keer op onze eerste dates gedaan of zo? Nee. Dit was echt het spannendste wat ik ooit aan je gevraagd heb. Of je wou trouwen? Ja. Daar gaan we heen. Naar die toren? Uh-huh. Daar gaan we in? Uh-huh. Ik heb het geregeld. Echt? We gaan er weer heen. Met een tandem. Ja, vind je het leuk? Dat vind ik wel leuk. Echt? Maar toen was het wel zomer. Het waait. Het is koud. Tegen een uur of drie begint het een beetje echt te regenen. Oh. Het is nou een beetje miserig. En wat is dan het geheim van de liefde? Dat weet ik niet. Oh. Van elkaar houden. Welke kant moeten we nu op? Die kant. Yo, en je zei dat het niet modderig was. Nou, kom. Ik zet hem nog niet eens op. Ik moet sturen, maar dat kan niet. Hoe remmen we? Ja, met de remmen. Het is niet echt mooi beeld, jouw achterkant. En we moeten serieus alleen maar omhoog. Roos, als je zo doorgaat met zeuren, ga ik je ten scheiding vragen op die toren. Kom op. Kom op, Koen. Lopen. Kom op. Het is zo zwaar. Dat is je ene. Oh, het is echt niet te doen hoor. Oh. Ik zat echt kaart te trappen. Ik ook. Oh, niet mooi. Oh, wat doe je? Waarom zet je hem maar zwaarder? Echt wel. Als je je relatie ooit wilt testen, dan moet je samen op een tandem gaan. Onze relatie is niet goed. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. We'll leave when the ball is over, get married in the clover. We zijn er! Oh! Ik weet nog dat ik het toen ook al heel eng vond. Want het is zo'n creepy trap. Ik heb de sleutel. Ik weet nog toen ik jou hierboven wat vroeg. Toen wist ik niet wat enger was. Deze toren opklimmen of die vraag stellen. Durf je nog? Oh, dit is echt eng hoor. Kijk uit die vallen, schat. Koen! Ik kan me niet herinneren dat het zo eng was. Ik doe het net zo hard, Koen. Het wiebelt ook, ja. Dat kunnen de kijkers niet zien, want ik wiebel natuurlijk gewoon mee. Oh ja, je ziet het wel als we naar buiten doen. Dat is wel grappig. De vorige keer dat we gewoon op deze plek waren. Ja, toen heb ik jou de engste vraag van mijn leven gesteld. Op de engste plek van ons leven. Ik vind je het nu te sentimenteel worden? Ik wil even knuffelen. Ik fietste naar een rustig plekje. Met dat indrukwekkend kind. Naar een afgelegen stekje. Net zo'n beetje uit de wind. En toen zei ze weer iets liefs.
wat ik niet helemaal verstond. Maar ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ik ben blij dat die toren er is. Ja, zonder die toren waren we nooit getrouwd. Nee. Nee, maar dat was dus het verhaal van waar ik Roos ten huwelijk heb gevraagd. Ik vond het ook super leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Laat het weten met een duimpje en abonneer op dit kanaal. Want iedere week gaan wij op date. En we hebben ook een vraag. Waar zou jij Roos ten huwelijk willen vragen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Zet het in de reacties. En dan hebben we verder niks. Dat is een rare vraag. Zet het in de reacties. Nee. Waar zou jij Koen ten huwelijk willen vragen? Dat vind ik ook een leuke vraag. Of iemand anders. Mag je ook ten huwelijk vragen. Heb je waarschijnlijk meer kans. Zet het in de reacties. Hebben we verder niks. Jawel. We hebben namelijk nog 3 winnaars. Oh ja. We hebben 3 winnaars van de super duper Valentijns giveaway. Ja. En die komen nu in beeld hier, met applaus. Hier. Woe! Dat ik haar zo'n lieverd.